Ik ga laatst tijd elke ochtend met Olly gaan we piano spelen. Hey guys, good morning. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Ik heb in mijn vorige vlog al verteld dat ik eigenlijk naar Rome zou gaan vandaag. Maar dat niet is doorgegaan. Ik ben dus thuis, dus ik ga wel proberen mijn tijd nuttig in te delen. Sander is er dus niet. Ik kom morgen en ik ga werken. E-mails doen. Smee komt nu. En achterstallig werk eigenlijk doen. Dus ik ben beneden en er komt net een pakketje binnen. Van, ik heb me open gescheurd, maar ik dacht nee, ik ga hem live unboxen. Van ASOS. Dus let's check it out. Eigenlijk had ik deze dingen trouwens besteld om mee te nemen naar Rome. Maar goed, ik kan het wel een andere keer aan. En ik zal natuurlijk alles hieronder linken. Oh ja, we hadden trouwens natuurlijk dat ik nu tegenwoordig altijd een try-on doe. Dus dat zal ik later vandaag even doen als ik klaar ben met werken. Dit shirt heb ik. Is leuk hè? Oversized. Van Cola. Heel leuk. I love it. Ik vind hem echt super leuk. Ja. Hij is ook heel zacht. En die is oversized. En jullie vragen ook graag welke maat ik heb besteld. Deze heb ik in een S besteld. Dus die is best wel groot. Dat is één. Deze is ook heel leuk. Heel serieus ingepakt. Dit is het volgende item. Dit hoort, dit is een pakje dat bij elkaar hoort. Dit is de top. Heel leuk. Ja, hè? En ik heb ook een broekje erbij. Die hebben we ook super leuk. Dus dit is zo de top. Oh, wat voor leuk. Oh ja, leuk. Gaan weer leuk. Geweldig. En dan een broekje erbij. Echt leuk om bij elkaar aan te trekken. Oh, en deze heb ik in. Ik heb ook in de S gewoon besteld. En neem je nu niet leeg. Gooi je bak met die koffie? Nee. Oh, die heb ik leeg gegooid. Oh, oké. Okay. Maar daar zat het niet in ook. Daar zat het niet in, nee. En het broekje dat erbij hoort. Deze. Lekker voor de zomer. En dan heb ik nog deze. Geef ik het ook wel weer. Oh ja, dit is een hele mooie top. Maar dit is echt iets wat ik aan moet gaan doen om het te laten zien hoe het eruit ziet. Dus dat ga ik straks doen. Dus dat. Ik ben klaar met werk en de oppas is naar huis. Oké. En we hebben pizza besteld. Bij mama Del. En je komt er nu aan, denk ik, hè? Waar zou de pizza blijven? Hij was net beneden, hè? Oké, okay. Onze pizza's zijn er. We hebben allebei een pizza margherita. And nothing's happened. I don't know if you enjoy observational humor in the style of Seinfeld, but how come for every guy digging a hole, it takes five other guys... Ik doe dus altijd mijn pizza dubbel klappen. Als ik hem eten, ga ik hem zo eten. What are you doing to protect the historic importance of this site? Chicken slaughterhouse, yes. We will be preserving the staircase that the chickens were forced to climb before they were gulped to death. Oh, okay. But I doubt you're aware that this very spot is where the horse beyond the channel rode into Studio 54 was found later that night. I'll never forget the postcode. Ik speel dus piano en gitaar. Dat weten de meesten van jullie wel. En ik ga laatste tijd elke ochtend met Olly gaan we piano spelen. Ja. Oké, Olly slaapt en ik ben boven. En ik zou nog even die kleding... Ik heb nooit een goede plek om mijn camera neer te zetten in mijn kleding. Dus ik zou nog even die kleding aantrekken van ASOS. Dus dat ga ik bij deze even doen. Oké, dit is de eerste top. De belichting in mijn kast is een beetje raar. Omdat de helft van de spotjes op is. Maar Sander doet dat vervangen.
En ik kom morgen gelukkiger thuis. Ja, dus dit is de eerste top. Daar hoort dat broekje ook bij. Die zal ik er even bij aantrekken nu. Maar ik vind hem wel heel cute. Oké, ik heb nu het hele pakje aan. Ik vind het echt super leuk bij elkaar. Ik zal de linkjes hieronder posten. Het was niet heel duur. Van ASOS. Alles is van ASOS, zoals ik had laten zien. En ik vind die mouwtjes ook echt super leuk. Zo, van dat. Die top. Nou, dit shirt is echt nu al lieveling. Hij is zo lekker groot. En hij zit super chill. En dit is gewoon top. Ik draag dit soort shirts altijd. Hij is echt super zacht. En gewoon lekker. Hij is ook best wel lang. Dus ik kan hem ook gewoon zo aan. Ik zou dit gewoon zelfs nog met hakken aantrekken eronder. Voor lols. I like it. En dit is de derde top. Ik kan hem alleen niet dicht doen van achter. Want ik ben alleen thuis. En dat kan ik niet zelf. Maar in ieder geval, deze is wel leuk met gouden sieraden. En dat zal ik ook hieronder linken. Oké, ik heb mijn gezicht gereinigd. En ik ga nu weer die flower spray mist op doen. Ik heb trouwens echt last van mijn vinger. Het is echt grappig hoe je je zo echt gewoon man kan voelen. Als je één vinger niet kan gebruiken, kan ik ook niks indrukken. Want het doet zo'n pijn. Maar goed, dit is echt de beste moment voor het slapen gaan. Oh, het ruikt ook echt lekker. Dit nummer is zo mooi trouwens. Dat horen jullie denk ik niet op de achtergrond. Van Bill Evans. Dat heet Peace Peace. Die doet op de piano ook leren. Dat is echt super mooi. Alrighty. Ik heb mijn gezicht ingesmeerd en gisteren ontsmettingsspul gehaald en dat kan ik dus nu niet meer vinden. Misschien had ik het ingepakt om mee te nemen naar de bloemen. Nee. Ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. Het was kort, maar ik moet zeggen dat ik best wel ben aangegrepen door wat er gebeurd is. Ik heb het in de vorige vlog verteld. Dus daar ben ik ook best wel veel mee bezig. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. En ja, morgen weer een nieuwe dag. Morgen komt Sander thuis, dus dat vind ik wel heel fijn. Die heb ik alweer bijna anderhalve week niet gezien. Tenminste, ik heb hem één avondje, even twee uurtjes gezien in 10-11 dagen tijd. Dus dat is wel gezellig dat hij thuis komt. En ja, ik zie jullie morgenochtend heel erg. Bedankt voor het kijken.